rijplezier. Nou, dat hebben we gehad in de afgelopen 8 weken. Want het nieuwe jaar is zeer voortvarend van start gegaan. Het is ons elke week gelukt om hele mooie, bijzondere liefhebbers BMW's te vinden, op te halen, in onze werkplaats klaar te maken en je op de vrijdagmiddag weer te presenteren. En gelukkig waren er ook nog mensen die ze van ons wilden kopen. En daarom is het nu tijd voor een welverdiende pauze. Dus daar staat mijn Volkswagen bus op zijn winterbandjes klaar voor de wintersportvakantie. Maar natuurlijk niet voordat ik je nog even laat zien wat we in de afgelopen week hebben klaargemaakt. 4 op een rij waar er 1 niet in thuis hoort. Laten we maar heel gauw beginnen. Hier gaan we. Vier op een rij dus de afgelopen week, waar er 1 niet in thuis wordt. Nou, die laat ik je straks zien. Ik begin eerst met deze en de gemeenschappelijke delen kan ik je alvast vertellen. Is het bouwjaar 2007 en de inkoop, want de 3 auto's die ik je nu ga laten zien, kochten we allemaal in Duitsland in van gepensioneerde liefhebbers. De oplettende kijker heeft het wellicht al gespot, maar deze 530i uit 2007 is er dus een van de allereerste van de facelift generatie te herkennen hier aan die nieuwe koplampen. En natuurlijk de achterlichten met de LED lichtgeleide techniek. Maar de voornaamste wijziging bij zo'n 530i vinden we natuurlijk onder de motorkap. Want daar deed, samen met de futuristische pook op de nog verder verbeterde versnellingsbak, N53 B30 zijn intrede. De ultieme evolutie van BMW's atmosferische 6 in lijn 272 pk sterk. Krachtiger heeft BMW's hierna niet meer gemaakt. Een hele vroege facelift dus, deze auto uit april 2007, die wij in Noord-Duitsland inkochten van Bernd Burmeister, een gepensioneerde stoomtreinmachinist. Dat is trouwens ook een bijzonder beroep en hij had de auto op zijn beurt uit een nalatenschap van een goede vriend van hem. Leuk is natuurlijk de uitvoering met een aantal bijzondere opties, waaronder de actieve besturing, het dynamic drive onderstel, comfortstoelen en het grote glazen schuifkantelbak. Maar het meest opvallende is natuurlijk de typische opa-auto conditie en de bijpassende kleurcombinatie tiefgrün metallic. Toen dit in 2007 nieuw verkocht werd, was dat al een heel bijzondere keuze. In de jaren daarna hebben wij eerlijk gezegd ondergetekende, inclusief dit soort kleurcombinaties, natuurlijk compleet verguisd. Maar zo blijkt wel weer niets zo veranderlijk als de mens. Want inmiddels, ruim 15 jaar na dato, zijn we juist op zoek naar dit soort heel bijzondere pareltjes in zo'n heerlijk onderscheidende kleurcombinatie. Dat tiefgrün metallic. Je ziet wel als ik er zo langs loop en het licht wisselt, dat het ook een beetje zo'n kleur is die wat toverbaleffect in zich heeft. Geweldig. En dan neem ik je even mee naar onze detailruimte, want ook de tweede die we deze week nieuw binnenkregen is er een uit het voorjaar van 2007. En ook dit is een faceliftauto en wel een E85 Z4. Ook hier zie je weer die typerende LED lichtgeleiders in de achterlichten. Danny heeft er een spliksplinternieuw derde remlichtje ingedrukt, want die breken eigenlijk altijd af. Het ziet er zo lelijk uit. En een nieuw logootje zetten we er zo meteen als laatste op. En typisch zie je ook hier aan de achterzijde de vormgeving van zo'n facelift bumper. Is een klein beetje scherper dan bij de eerste bouwjaren. Hier aan de voorzijde is de vorm van het mistlampje rechthoekig in plaats van voorheen rond. En in het interieur zijn de wijzigingen cosmetisch helemaal beperkt. Het frontje van de radio en het paneeltje erboven met de uitstroomopeningen van de airco hadden voorheen een donkergrijze tint en zijn bij de facelift zwart geworden. Dan heb je het qua uiterlijke wijzigingen bij die facelift aan de E85 wel gehad. Ook hier ligt de clue daarom onder de motorkap, want daar gaat de E85 LCI van het E46 tijdperk met de M54 zescilinders eigenlijk naar de E90 periode met de N52, in dit geval als 2.5i met 177 pk, eigenlijk een beetje in het midden tussen voorheen de 2.2 instapper en de 2.5i M54 met 192 pk. En minstens zo relevant als die nieuwe motor die naast Vanos ook voorzien is van Valvetronic en daardoor enerzijds krachtiger en anderzijds zuiniger werd, is wat je hier ziet. En dat is dat voortaan alle 6-cilindermodellen, waaronder dus ook deze 2.5i, voorzien zijn van een 6-bak. En nu die op de brug staat, kunnen we mooi nog heel even onder de bodem kijken. Want daar ziet het er allemaal even apenstrak uit. En dit, jongens en meisjes, is nieuw, niet nieuw gemaakt. Want de voorgaande eigenaren van deze auto zijn er uitermate zuinig op geweest. Zoals hij er aan de onderkant uitziet, denken wij dat hij bij wijze van spreken nooit in de regen, maar in elk geval niet in de pekel heeft gereden. En dat zorgt ervoor dat ook deze auto met 127.000 kilometer gereden er nog zo kraakhelder bij staat. En ook de derde nieuwe binnenkomer die ik je kan laten zien is dus uit 2007 en kochten we van een meneer op leeftijd. Zij het dat we er daarvoor dit keer niet naar het noorden van Duitsland,
maar naar het zuiden van Duitsland moest rijden om daar deze prachtige X3 2.5 SI op te kunnen halen. Een X3 ook weer uit de V7-generatie dus, die je ook hier weer herkent aan de LED-lichtgeleiders achter. Maar ook hier ligt het geheim onder de motorkap. Want daar vind je voortaan ook in deze X3 de N52 zescilinder. Hier in de volle 218 pk versie van de 2,5 liter N52 B25. En ook in de X3 zorgt deze nieuwe motor met Fanos en Velvetronic ervoor dat de X3 enerzijds flink krachtiger is dan zijn 2,5 liter voorganger, maar tegelijkertijd anderzijds flink zuiniger. In de fabrieksopgave voor de X3 2.5 SI scheelt het zelfs 20%. En een groot deel daarvan komt natuurlijk ook hier voor rekening van de sterk verbeterde transmissie. Hoewel je die natuurlijk in zo'n X3 graag in de automatische versie ziet. Ook die ging van 5 naar 6 verzetten. En dat zorgt er dus voor dat de prestaties van zo'n 2,5 liter in de praktijk eigenlijk net zo goed zijn als het 3 liter topmodel van voorheen, maar dan tegen significant betere verbruikscijfers. Dat dit exemplaar een ex-demonstratieauto van de fabriek is, zie je wel weer aan de supercomplete en heel consistente uitvoering. Heel mooi in het saffierzwart metallic met die bruine stoelen. De meest gewilde combinatie hebben wij inmiddels in onze winkel gemerkt. En van de bestuurdersstoel hebben we de wang bij meneer Sam in Apeldoorn even opnieuw op laten vullen, zodat dat er ook weer lekker fris uitziet. En de vierde auto is dan degene die niet in het rijtje thuis past. En dat is deze. Een 2012 535i Touring. En dat is de auto waar Danny nog aan moet beginnen. Dus die laat ik je nu alleen even heel snel zo in een overview zien. Deze auto gaat Danny nog detailen, zodat hij straks, als Luc hem op de foto gaat zetten, er ook weer helemaal perfect bij staat. En het meest bijzondere aspect aan deze auto is de kleur, want dat is carbon zwart metallic. Maar daarvan hadden jullie er toch al twee staan, Pieter? Dat klopt. Maar die auto's daar zijn voorzien van het M Sportpakket in combinatie waarmee je normaal gesproken uitsluitend dat 416 carbon zwart kunt bestellen. Dus op deze auto zonder M Sportpakket is het 490 zonder woens besteld. Dan weet je dus in elk geval wat je blijkbaar graag wilt hebben. En helemaal opvallend is dat er even goed voor gekozen werd om de 67 hoogglanszwarte raamlijsten mee te bestellen, die dus normaal gesproken onderdeel uitmaken van het M Sportpakket. Maar kennelijk vond de eerste eigenaar de vorm van de bumpers niet mooi. Ik weet het niet. Gelukkig koos je in elk geval wel voor het wiel wat op een auto zonder M Sportpakket natuurlijk het meest bij het plaatje thuis hoort. Stijl 331 19 inch. En daar hadden we de afgelopen week ook een hele mooie 528 mee. Hebben we komende week een hele mooie 535 sedan mee. Grappig detail. Op de Touring is dit wiel rondom 245 breed. Op de sedans zit op de achteras een 275 brede versie. En dat was het helaas alweer voor deze week. Zoals je daar en daar wel kunt zien, werken mijn collega's ondertussen hard verder aan een aantal heel bijzondere liefhebbers BMW's om je die de volgende keer weer te kunnen presenteren. Dat is in dit geval niet volgende week, want dan is ondergetekende lekker een weekje op vakantie. Dus over 2 weken zijn we er weer. Vind je het leuk om naar onze filmpjes over BMW's te kijken? Volg ons dan op YouTube of op Facebook. Of nog van slimmer, abonneer je via onze website op onze nieuwsbrief. Dan hoef je er geen één te missen. Tot de volgende keer.